Het moet en zal leven. Ik heb vertrouwen in het jonge Vlaanderen. Ik weet wat het ten plicht zal doen. Hallo, meneer Elias. Hallo, meneer Elias. Meneer de leider, naar het voorbeeld van uw Führer hebt ge uitgeroepen: de regering zal terugkomen met de strop om de hals. Ofwel zullen wij manhaftig onze verantwoordelijkheid dragen en voor ons volk terechtstaan. Een goedenavond. We weten niet of VNV-leider Hendrik Elias gehoord heeft hoe de radio te Londen over hem dacht. Wij weten evenmin in welke mate Elias bekommerd was om hetgeen hem na de geallieerde overwinning te wachten stond. Maar het is een feit dat hij van midden 1943 afgetracht heeft de collaboratie van het VNV te milderen. Deze geleidelijke terugtocht was in de eerste plaats het gevolg van het inzicht dat het VNV niet de bevoorrechte partner van de Duitsers was geworden. Bijgevolg rees de vraag welk nut de collaboratie nog kon hebben. De VNV-leiding voelde zich in de hoek gedrongen, voor een echt dilemma geplaatst. Wonnen de geallieerden, dan was het met het VNV gedaan. Maar ook bij een Duitse overwinning leek de annexatie van Vlaanderen bij het Rijk onontkoombaar. Het VNV had zich hiertegen steeds verzet. Een Duitse zege zou bij gevolg evenmin een overwinning voor het VNV zijn geweest. Ook uit de eigen VNV-rangen was tegenwind komen opzetten. We hebben reeds verwezen naar de zware kritiek van Frans Daals en Pater Kallewaard op de politiek van het VNV. Maar ook bij mindere goden in deze beweging groeide de ontevredenheid. Dietse rebellen verweten reeds van 1942 af en de Duitsers en het VNV dat zij een dubbelzinnige politiek bedreven. Voor de rebellen zal dat in 1944 tot openlijke afscheuring leiden. Rex en de D-vlag, de partners van de Duitse SS, bleven van hun kant onverstoorbaar de onvoorwaardelijke collaboratie voortzetten. Nochtans was al sinds 1943, na de landing in Noord-Afrika, na Stalingrad en na de ontscheping in Sicilië, de Duitse nederlaag te voorzien. Bij de bevrijding zullen zij, evenals vele VNV'ers trouwens, hals over kop naar Duitsland vluchten en daar hopen dat de zogeheten geheime wapens de kansen nog zouden doen keren. Geheime wapens waarvan niemand in de collaboratie eigenlijk wist wat die dan wel waren. De onvrede met de politiek van de VNV-leiding had reeds met ingang van 1942 binnen het VNV tot de vorming van min of meer geheime groepjes geleid, namelijk het Diets Studentenkeurfront, het Diets Eetverbond en Nederland 1. Deze kleine kernen die door hun leden na de oorlog als het Diets Verzet zullen betiteld worden, voerden oppositie tegen de toegevingen van het VNV aan hetgeen hoe langer hoe meer een Duitse politiek van loze beloften en van uiteindelijke annexatie was gebleken. Wat de Dietsers vooral dwars zat, was het prijsgeven van de Dietse staatsgedachte door de leiders van het VNV. Deze hadden dan ook nagenoeg alles opgeofferd om toch maar de gunst van de Duitsers te verwerven. We zullen de meest representatieve van de drie Dietse groepen nagaan, namelijk Nederland 1. Die groep beschikte over kernen in het VNV zelf, in de jeugdbeweging, de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, in de Vlaamse Wacht, in de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, in de Vrijwillige Arbeidsdienst en zelfs in het Vlaams Legioen bestond een kern van Dietse rebellen. We willen het belang van Nederland 1 hoegenaamd niet overschatten. Wellicht waren niet meer dan een goede honderdtal personen bij de actieve werking betrokken. Maar de gedachte van Nederland 1 leefde in ruimere kring, zij het dat niet iedereen ervoor durfde uitkomen. De VNV-leiding heeft trouwens terdege met die rebellen rekening moeten houden en de inlichtingsdienst van het VNV had de handen ermee vol. Er werd zelfs een beroep gedaan op personen die in Nederland 1 infiltreerden, spionnen dus. De leiding van Nederland 1 berustte bij een informele groep van 6. In de eerste plaats de jurist Norbert de Witte
een oud dinaso. In de tweede plaats Norbert Nijrink, die in het krijgsgevangenenkamp te Loekenvalde een van de leiders van de luitenant de Windekring was geweest. Nadien werd hij officier in de Vlaamse wacht en daarna was hij tot augustus 1943 stafoverste bij de Dietse Militie Zwarte Brigade, een functie waaruit hij zelf ontslag nam. Nijrink kwam kort na de bevrijding om het leven. Volgens sommigen werd hij door verzetslui gedood. Vervolgens de advocaat Alfons Mares, gauw commandant voor Oost-Vlaanderen van de Dietse Militie Zwarte Brigade. Voorts Walter Boucherie, eveneens advocaat en een van de leiders van de NSJV, Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen. Ook nog Amaat Bokkaert, een schoonzoon van Frans Daals en tijdens de bezetting benoemd tot arrondissementscommissaris voor Gent-Eeklo. En tenslotte Willem Graals, historicus en sinds 1941 arrondissementsleider voor het VNV te Brussel. Met uitzondering van de Witte waren allen lid van het VNV. En ofschoon allen principiële Dietsers waren, wilden ze toch het woord Diets in de benaming van hun groep vermijden. Ik verkoos een woord dat eigenlijk duidelijker was om elk misverstand te weren. Niet waar, ik heb u mijn bezwaren gezegd tegen het woord Diets. Niet waar, bij intellectuelen kon dat geen kwaad, bij de massa was het een woord dat beter niet gebruikt werd. Dat gemakkelijk een slechte interpretatie kon krijgen. Duits. Hè? En daarom heb ik dat. En de bedoeling was ook, niet waar, de bedoeling was in te gaan tegen een politiek die moest leiden tot annexatie. Wat beoogde Nederland 1 eigenlijk? De Nederland 1 is begonnen met een gezondmaking. Een gezondmaking van het VNV. Nederland 1 was tot de constatatie gekomen, de mensen die daarin waren, dat er iets haperde, dat het collaboratie niet ging. Degenen die in Nederland 1 stonden, hadden aanvankelijk allemaal de collaboratie aanvaard. Hadden erin gestaan. Maar het ging over de modaliteiten, de wijze waarop. En daar kwam dus de kritiek op los. Door de druk van de oorlog ook bleek het dan dat aan Duitse zijde men aan reaalpolitiek begon te doen. Dat men zijn ideologie, als ze niet paste, netjes opzij zette. Niet waar? Daar gebeurden zo allerlei feiten. De geloofwaardigheid van de collaboratie was aangetast. U oefende kritiek uit aan de ene kant op de Duitsers, ja? Aan de andere kant op het VNV. Maar, dat is altijd geweten, partijen aanvaarden moeilijk kritiek. Ja. Er zijn dus ongetwijfeld daardoor tegenstellingen ontstaan tussen het VNV en Nederland 1. Waarin bestonden nu die tegenstellingen? Ja, die tegenstellingen waren ten eerste, golden in de eerste plaats de toegevingen. De toegevingen van het VNV in de strijd, in die opbodpolitiek die gevoerd wordt, meer bepaald dan met de D-vlag en de Vlaamse SS. Niet waar? De mensen van Nederland 1 wensten een hardere koers, een meer principiële koers. En ten tweede was er het groeiend annexionisme. Het is misschien te veel gezegd, maar wie een zekere flair had, voelde het afkomen. Men ook niet zozeer door wat gezegd werd. Men heeft nooit gezegd, we gaan u annexeren. Dat zegden ze natuurlijk niet. Maar door wat ze niet wilden toegeven. Daaruit kon men afleiden. Zij wilden zich niet verbinden voor de toekomst van Vlaanderen. Nu, wij droegen, er waren al die mensen die plaatsen bekleden. Die in de beweging stonden en zich daar toch blootstelden aan kritiek en zo. En wij konden op niks wijzen als verworvenheden. Wij stonden met lege handen. Er is iets waarop we moeten letten, dat is dat die strijd tussen het VNV en het Diets verzet ook de aspecten vertoonde van een generatieconflict. Een conflict tussen jongeren en de leidinggevende generatie van het ogenblik. En het is geloof ik geen toeval dat het begonnen is in de jeugdbeweging. Omdat die zich een zekere distantie tegenover de VNV-politiek, die had dat in acht genomen. En dan, jongeren zijn meer, dat is in alle tijden zo, jongeren zijn altijd meer ideologisch gericht, omdat ze nog niet in de praktische politiek staan. Zij staan meer op de ideologie en op de beginselen.
De basis van Nederland 1 werd in 1942 gelegd. In dat jaar rommelde het in de NSJV, de jeugdbeweging die van het VNV afhing. Jeugdleider Walter Boucherie was samen met andere Dietzers de spil van de zogeheten Putsch van Vilvoorde, waarop we later nog terugkomen in de programma's over de jeugdcollaboratie. Reeds toen werd door deze jongeren bij het VNV op meer zelfstandigheid tegenover de Duitsers aangedrongen. In 1943 en ook in 1944 verspreidde die gedachte zich ook elders in het VNV. Waarom pas dan? Omdat we toen geleidelijk op dreef kwamen. Niet waar? Een minimum aan organisatie, het was een minimum aan organisatie, kwam geleidelijk tot stand dat we tenminste wisten met wie we konden werken en zo. En dat we ook onze innerlijke hinderpalen overwonnen hadden, want die hebben zwaar gewogen bij ons hoor. Wij zijn, de meeste onder ons, zijn diep overtuigde VNV'ers geweest hoor. Ik zou dat nooit willen verloochenen. En vandaar dat we eigenlijk tegen onszelf moesten ingaan, er verbond ons te veel met de Vlaams Nationale Beweging. Dus hoofdactie 43. Dachten jullie in Nederland 1 dat de Duitse overwinning nog mogelijk was? Om de waarheid te zeggen, wij twijfelden eraan. Maar er moet niemand onder ons zeggen dat wij gedacht hebben dat zo'n nederlaag, gelijk ze dan tenslotte later gekomen is, hadden we niet verwacht. Nu moet ik wel zeggen, het zijn binnenlandse problemen. Problemen in Vlaanderen zelf, die waren wel belangrijker dan de evaluatie van de oorlogskansen. Ik herinner me, als ik zelf mijn functies neergelegd heb in het VNV, dat me dat zelf... 1943. Dus, dus in oktober 43, dat heeft mij toen wel pijn gedaan, ziet je, want men was met die beweging, men had veel prijs gegeven om zich tot het Vlaams nationalisme te bekennen. En als dat dan tenslotte allemaal wegviel, viel er een stuk van ons leven weg. Wij vreesden die verwijdering van ons eigen volk. Als een nationalist zich begint te vervreemden van zijn eigen volk, dan heeft hij geen reden van bestaan meer. Hij doet het voor dat volk of hij doet het niet. En de grote meerderheid van dat volk keurde jullie af? Hè? De kloof begon geleidelijk meer en meer te groeien. En daar, wat dat betreft, niet waar, kijk naar de data. Niet waar, 42, ik weet niet wanneer de arbeidsopeisingen begonnen zijn. 42. Dat is 42 zeker. Die arbeidsopeisingen dan begon zwaar door te wegen eigenlijk voor de massa van de bevolking. En dat gaf ons fataal gewetensproblemen. Hè? Nederland 1 propageerde niet enkel de heel Nederlandse gedachte van man tot man. Een ander middel was het verspreiden van pamfletten. Zo werd onder meer de open brief van Pater Callewaert aan de VNV-leiding verspreid. En in mei 1943 kwam Nederland 1 zelf naar buiten en lanceerde een open brief aan de Duitse overheid. De brief ging hoofdzakelijk over de ontgoochelingen die men bij de samenwerking met de Duitsers had opgelopen. Eén voortgezet bedrog. Scherpe kritiek werd uitgeoefend op de Duitse verdeel-en-heerspolitiek die de algemene SS in Vlaanderen als het paard van Troje had binnengebracht. Ten slotte werd het afwijzen door de Duitsers van de groot-Nederlandse gedachte aangeklaagd. En daar lees ik dan het volgende. Dit verzet tegen de Dietse gedachte is het bewijs van het slechte geweten van zekere Duitse politiek. Nu weigert men aan het Nederlandse volk datgene waar de Duitse revolutie zelf jaren voor gestreden heeft. Eén volk in staat. Hoe bittere ironie, de eenheid van het Nederlandse volk zou een gevaar zijn voor Duitsland. Eén zaak weten we intussen, wanneer Duitsland zich blijft verzetten tegen de eenwording van heel Nederland, dan is Duitsland een gevaar voor de Germaanse volken. De hoop om het VNV van binnenin ideologisch te beïnvloeden, om het tot een zogeheten gezondere collaboratie te bewegen, bleek evenwel ijdel te zijn. Daarom werd naar radicaler middelen gegrepen. De 24 oktober 1943 richtte Willem Gruils een brief in uiterst scherpe bewoordingen aan zijn leider Elias. Ook voor Gruils was de maat vol. Hij nam nog wel geen ontslag uit het VNV, maar legde al zijn functies neer en weigerde nog langer in het openbaar voor het VNV op te treden, hetgeen hij tevoren vaak had gedaan. Kijk,
ik was toen een jonge man en ik was ontgoocheld. Het staat er al van in, begin in. Uw vrienden zijn in u ontgoocheld. Ik rekende mij daar toen ook bij. De jongere generatie keert zich van u af. De beste elementen gaan in de rand ter beweging staan. En dan verderop. Je hebt een politiek gevoerd van week tot week, zonder formaat nog stijl, zonder waarachtigheid nog durf. Niet waar, je hebt van de beweging gemaakt een partij, dit is een belangensyndicaat waarin een echte of vermeende Duitsgezindheid de enige maatstaf is. Niet waar, dan... Is het daar niet dat je spreekt van een camarilla? Ja, dat is dan wat verder, wacht, dat heb ik hier ook. Kijk, ik lees de zin die eraan vooraf gaat. Dan sta ik voor het dilemma, trouw aan de partij of trouw aan de zaak. Want de partij staat niet meer in dienst der zaak. Ze bestaat in voordelen van een opportunistische camarilla welke teert op de conjunctuur. Je hebt deze camarilla aan de macht geholpen en ervoor geopteerd. De partijorganisatie en haar momentane belangen zijn voor u meer dan de beginselen welke voor u slechts middelen zijn om een blind partijfanatisme te voeden. Het was scherp, maar de kern van de zaak, geloof ik, wij hadden toch wat voor de beweging gedaan, we hadden er wat voor over gehad. U ziet, het staat hier ook verder in, niet waar? Wij jongeren zijn in de beweging bedrogen geworden. Niet waar? Dat is een zin die ik ook releveer. En dan kwam het argument dat we Duitse sympathieën gehad hadden. Heeft men ons herhaalde malen onder de neus gestoken, en mij persoonlijk ook. Antwoord daarop, inderdaad, we hebben Duitse sympathieën gehad, maar Duitsland bedriegt en verdrukt ons. In feite voelde u zich bedrogen, maar dan en door het VNV en door de Duitsers. Waarom dat dubbel bedrog dat u aanvoelde? Dat de Duitsers volgden hun politiek. Ik kon dat begrijpen. Zij zaten met een oorlog belast. Dat was al zwaar genoeg om te dragen voor hen. Maar wij waren niet verplicht de politiek die zij deden integraal te volgen. Wij moesten zien of die politiek voor ons volk nuttig was. En dat begon twijfelachtig te worden. In zijn brief gebruikte Gruils bijzonder harde woorden aan het adres van Elias. Het is een hopeloze verwarring geworden. En ja, het is... Hier ben ik misschien ver gegaan. Persoonsvergoding van de onfeilbare leider en partijfanatisme vervangen waarachtig leiderschap en verantwoordelijke gehoorzaamheid. Er staat ook bij, gij sluit de zelfstandigheid uit de onmiddellijke omgeving uit. Dat had ik genoeg gemerkt. Dat waren er allemaal van die mensen die dachten omdat ze daar... Het waren brave Hendrikken die alleen maar gehoorzaamden en dat kon ik. Hè? En als laatste zin, wij willen met Duitsland samenwerken op leven en op dood. Wij willen echter geen zelfmoord plegen. De rechtstreekse aanleiding tot de scherpe brief van Gruils was een maatregel van Elias uit oktober 1943. De VNV-leider bepaalde dat het voor VNV-leden voortaan verboden was nog langer lid van de D-vlag te zijn. Tevoren had Elias zijn leden reeds verboden kaderfuncties in de D-vlag te bezetten. Indien dit nu de enige maatregel van Elias waren geweest, zou die bij de principiële Dietzers zeker instemming hebben gevonden. De D-vlag was ook hun grote vijand. Maar samen met het lidmaatschap van de D-vlag verbood Elias zijn leden eveneens mee te werken met een van de Dietse geheime groepen. Met andere woorden, Elias beschouwde de anti-Dietse D-vlag en de principiële Dietzers op gelijke voet als vijanden van het VNV. Een wel erg vreemde associatie. Nu, door de VNV-leiding werd de actie van de Dietzers meer dan eens bestempeld als opportunisme ten gevolge van het wisselen van de oorlogskansen. Is de actie van Nederland 1 geen uiting van opportunisme geweest? Ik kan die vraag begrijpen. Rekening houden met de data. Maar... We moeten ons indenken in de toestand in het jaar 42 met de vooruitzichten die er toen waren. Niet waar? Verslagen waren de Duitsers toen toch eigenlijk niet. Niet waar? Ze begonnen het moeilijker te krijgen. Wat bij ons determinerend geweest is, dat is de problemen die we in Vlaanderen zelf zagen. Die hebben ons
En de evaluatie van de oorlogskansen, die is er maar naderhand bijgekomen, maar dan soms op een zonderlinge manier. In 43. Ik herinner mij dat ik bijvoorbeeld, toen ik het niet meer kon houden, mijn ontslag regelmatig uitgesteld heb, omdat ik hoopte dat er toch nog eens een Duitse overwinning zou komen, om dan mijn ontslag in te dienen. Om dat verwijt, dat u daar zegt, juist te ontgaan. Maar er kwamen er geen meer. Wat is het resultaat van jullie actie geweest? Ja, of we veel resultaat bereikt hebben. In de beweging zelf, we hebben de ondergang van het VNV, of tenminste de sanering van het VNV, niet kunnen bereiken. Dat staat vast. Niet waar? En daardoor ook het VNV niet meer kunnen redden. We hebben het VNV niet kunnen redden. De Groot-Nederlandse gedachte hebben we ook niet kunnen redden in een zekere zin. Het ongeluk is wel geweest, niet waar, dat wij de Groot-Nederlandse gedachte in een zekere zin gecompromitteerd hebben door de collaboratie. In Nederland is dat sterk aangevoeld geworden. Hè? Ofschoon Elias niet de richting van de Dietse rebellen wilde uitgaan, was hij toch wel beducht voor hen. Hij kon bezwaarlijk totaal onverschillig blijven voor hun kritiek en voor de verwijten die vooraanstaande, zoals Pater Kallewaard en Frans Daans, hem hadden toegestuurd. Wellicht heeft dit alles ergens ertoe bijgedragen dat Elias tijdens de zomer van 43 openlijk met de Duitse SS heeft gebroken. Maar ook zonder deze kritiek was Elias ongetwijfeld overtuigd van de Duitse annexatiedrang. De 14e augustus 43 riep Elias de Algemene Raad van het VNV te Brussel bijeen. Hij deelde mede dat hij ertoe besloten had de actieve werving voor de Waffen-SS op te schorten, zoals ook voor allerlei jeugdinitiatieven die door de SS gepatroneerd werden en die volgens Elias verduitsingsmachines waren gebleken. Door de werving voor SS-initiatieven stop te zetten, hoopte Elias van de Duitsers eindelijk klaarheid in Vlaanderen af te dwingen en de strijd tegen de Devlag nog te winnen. Maar de openlijke breuk met de SS betekende evenwel niet dat de VNV-leider met de collaboratie gedaan maakte. Zo ging het VNV nu werven voor de Kriegsmarine die van de Weermacht afhing. Nochtans bestond daar reëel gevaar dat Vlamingen het tegenover landgenoten in geallieerde dienst zouden moeten opnemen. Dat was een van die ongelukkige toegevingen om aan de Duitsers te zeggen, we weigeren wel voor de Waffen-SS te werken, maar het is niet omdat we anti-Duitsen zieden wel, want we zijn bereid voor te werven voor de Kriegsmarine. Hoewel de VNV-leider in augustus 1943 openlijk met de SS had gebroken, deed hij in december 1943 toch nog een ultieme, maar vertwijfelde poging om van Rijksführer SS Himmler zelf gedaan te krijgen dat het VNV als enige politieke partij in Vlaanderen zou erkend worden. Elias wenste dat onder vier ogen met Himmler te bespreken, maar zijn zin kreeg hij niet. Want einde februari en begin maart 1944 kon hij wel met Himmler spreken, maar dan in aanwezigheid van Jef van de Wielen. Elias formuleerde drie voorwaarden tot verdere samenwerking. Ten eerste, een plechtige verklaring van Hitler zelf of een andere leidende Duitse personaliteit, waardoor de Vlamingen de waarborg kregen dat ze in het toekomstige Europa als volk zouden erkend worden. Ten tweede, de ontbinding van de Devlag, of tenminste de beperking van haar activiteit tot het zuiver cultureel vlak. Ten derde, de ontbinding van de Vlaamse Hitlerjeugd, die inmiddels in november 1943 met de steun van de Devlag en de Duitse SS als rechtstreekse concurrent tegen de jeugdbeweging van het VNV was gesticht. Gezien de politiek die de Duitse SS-leiding tot dan toe had gevoerd, ligt het voor de hand dat Himmler op deze eisen niet wilde ingaan. Elias stond dus opnieuw met lege handen. Het was een laatste poging om het VNV niet helemaal laten in de hoek te duwen en ook een laatste poging om toch van de idealen van het VNV nog iets te redden, in zoverre er nog iets te redden was. Wel, op dat ogenblik is dan Elias volledig gecapituleerd voor Himmler. Hij verkreeg werkelijk niets. Nog de inperking van de D-vlag tot een culturele beweging.
nog de ontbinding van de Hitlerjeugd Vlaanderen, nog de waarborgen voor de zelfstandigheid van Vlaanderen. En dan zou men zeggen, als nu het ogenblik gekomen was om de collaboratie stop te zetten, dan was het dat. Hè? Dat is ook mijn mening. En men is weer opnieuw niet tot het besluit gekomen de collaboratie dan maar stop te zetten. Waarom niet? Dat is ook mijn mening en ik heb daar lange gesprekken over gevoerd met Elias. Ik heb verdedigd, nu meer dan ooit is het tijd geworden om een einde te maken aan die collaboratie enzovoorts. En ook Romsey heeft aan een deel van die besprekingen deelgenomen. En wij zijn dan inderdaad tot een zeker compromis gekomen. Elias zou geleidelijk afstand nemen, zich geleidelijk terugtrekken uit de collaboratie enzovoorts. Zodat hij zou een grote lusteloosheid aan de dag leggen, om zijn eigen woorden te gebruiken. Een grote lusteloosheid in de betrekkingen met de Duitsers. Hij zou verder gaan met het verbieden van alle recrutering enzovoorts. Daar waren al maatregelen in die zijn getroffen. Hij zou die nog uitbreiden. Er zouden geen openbare vergaderingen meer plaats hebben van het VNV, tenzij in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden als dat werkelijk nodig was. Zo ver was hij dan. Maar hij is dan naderhand dat toch weer terug in het spoor van de collaboratie gekomen en daarin gebleven. Ja. Elias heeft daar niets bereikt, maar heeft ook niets toegegeven. Want tijdens die gesprek bleek onmiddellijk, en dat zou Himmler nog wel tamelijk ontgoocheld hebben of zelfs verbitterd, die had gehoopt dat Elias daar kwam om toegevingen te doen, zoals zij laten doorspiegelen had in zijn aanvraag. Maar toen hij daar was, bleek het duidelijk dat Elias Himmler duidelijk voor de keuze wenste te stellen, het VNV of de andere. En vermits Himmler weigerde te kiezen, heeft hij daar niets bereikt. En Elias zou dan gezegd hebben, daar geef ik de strijd op. En Himmler zou hem dan gezegd hebben, men mag nooit de strijd opgeven. Je moet voortdoen. Ja. Maar, wanneer Elias toch nog voortgedaan heeft, was dat natuurlijk niet daarom. Dat was nog altijd in zijn hoop dat er nog iets zou kunnen gebeuren hier in het Westen, waarin het VNV nog een rol kon spelen. En een bondheind VNV was alles door elkaar geslagen, stond er geen enkele Vlaamse nationale macht geweest. Niet meer. Hij kon nog altijd niet geloven dat men zou vechten, de Engelsen en de Duitsers, tot de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland. Hij had nog altijd hoop op het een of het ander compromis. Na het voor hem ontgoochelend gesprek met Himmler heeft Elias ernstig eraan gedacht het VNV als partij te ontbinden en de collaboratie stop te zetten. Hiervoor raadpleegde hij vooraanstaande Vlaamse nationalisten in en buiten het VNV. Met uitzondering van één enkele figuur meende allen dat de collaboratie moest voortgezet worden. Die uitzondering was Wies Moens, die kort tevoren ontslag had genomen als leider van Zender Brussel uit protest tegen de stichting van de Vlaamse Hitlerjeugd. Waarom werd in die uitzichtloze toestand toch nog beslist de collaboratie voor te zetten? Bij Elias speelde nog altijd mee het VNV en de Vlamingen die meegewerkt hadden met het VNV al zoveel offers hadden gebracht. Bij hem speelde altijd mee de angst dat die offers te vergeefs zouden gebracht geworden zijn. Daar konden ene denken, ze zijn sowieso te vergeefs gebracht, het is toch duidelijk, hè? Men kon ook denken, misschien is er toch nog iets mee aan te vangen. Natuurlijk is er dit, hè. Er zaten toch een verscheidene duizenden Oostfronters. Juist, hè? Ook, enzovoorts daarmee. En er waren toch zeer vele functies bezet geworden door juist, de VNV'ers. En dus, ja. Maar dus daar heb ik dus met Elias ook over gesproken. En hij bracht dat ook aan, hè. Dus de Oostfronters, waarvoor het VNV de verantwoordelijkheid heeft. De mensen die op administratieve posten zitten enzovoort. Ik zeg ja, wat het Oostfront betreft, daar heeft het VNV sowieso niks meer te zeggen. Hè, want het was inderdaad zo. Hè. De Duitsers hadden dan ook die Vlaamse vrijwilligers helemaal in handen. Hè, en die zijn dan overgeheveld geworden naar het Lange Markregiment enzovoort. Daar kon het VNV toch niet meer veel aan doen.
En wat die ambtenaren betrof, ik zeg, de oplossing is zeer eenvoudig. Hè. Men moet het hele gebouw niet zo ineens doen, ineens starten door al die ambtenaren terug te trekken. Laat ieder ambtenaar voor zichzelf de beslissing treffen of hij verder in functie wil blijven of niet. Ieder burgemeester of hij verder zijn ambt wil uitoefenen of niet. Ik zeg, laat ze daarover beslissen. Maar het VNV als organisatie gaat eruit. Maar het VNV trok er niet onderuit. Jeff van Dingenen heeft daarnet reeds gezinspeeld op een andere mogelijke reden waarom Elias niet ertoe besloten heeft het VNV te ontbinden. Hij zou rekening gehouden hebben met de mogelijkheid dat de oorlog met een vrede door vergelijk, een compromis dus, kon eindigen en dat het VNV dan nog een rol kon spelen. Elias zou niet meer geloofd hebben in een totale overwinning van Duitsland, een eerste mogelijkheid, maar ook niet in een totale overwinning van de geallieerden, een tweede mogelijkheid. Volgens hem bleef enkel nog mogelijk hetgeen men na de oorlog de derde hypothese, vrede door compromis, is gaan noemen. Het was voor het VNV nog de enige mogelijkheid om heelhuids uit de collaboratie te geraken. Maar tevens was het opnieuw zijn wensen voor werkelijkheid nemen, want het was toen, in 1944... ondenkbaar dat de geallieerden na de reeds gedane inzet met nog iets anders dan onvoorwaardelijke capitulatie genoegen zouden nemen. Dat was al op de conferentie van Casablanca in januari 1943 gebleken en nog eens bevestigd te Teheran in november 1943. Where for the first time during the war they met with Marshal Stalin, dictator of Soviet Russia. The Allied leaders failed to agree on everything. But one thing they did agree upon was that the invasion of Normandy in southern France must and would take place sometime during the following summer of 1944. For some time, there had been doubt as to who would command Overlord, the invasion of Normandy. Roosevelt, en route home from Tehran, stopped off at Tunis to see General Eisenhower and to tell him that he was to command Overlord. The grand design for victory in Europe was now completed. Daarboven toonde Nazi-Duitsland toen geen enkel verlangen ergens de strijd te staken, alvorens het totaal verslagen was. Das Geschenk des deutschen Volkes zum Geburtstag Adolf Hitlers war ein einziges Bekenntnis der Treue zum Führer, des festen Willens zum Kampf und unbeugsamen Widerstand bis zum Sieg. Maar dit alles belette Elias niet op de derde mogelijkheid, vrede door compromis dus, te speculeren. De derde mogelijkheid die dit was, dat de Duitsers vrijwillig zouden terugtrekken om zich volledig te concentreren op de strijd tegen Rusland, dus in overeenstemming met Engeland, en dat Engeland dan geleidelijk naar het westen mee zou opschuiven, hier de gebieden terug overnemen. Met die derde mogelijkheid bedoelt je dus een compromis? Een compromisovereenkomst. En tussen die periode, want men vreesde toen al voor de macht van het communisme, dat dus de Duitsers zouden terugtrekken en naar gebeurlijk geordende Engelse troepen in ons land zouden komen, vreesden ze een machtsgreep van de communisten.
En dan wenste Elias nog zijn manschappen zoveel mogelijk te behouden. Zijn NSKK, zijn fabriekswacht, zijn zwarte brigade, mannen zijn hulpbrigade en dingen, ook de hulppolitie en wat weet ik al, om op dat ogenblik de orde te helpen handhaven. Hij wou dus... Is dat niet wat naïef gedacht? Dat kan maar naïef gedacht zijn, achteraf. Maar ik heb er eens op gewezen dat men het in de VNV-leiding het zich niet kon voorstellen dat Roosevelt en Churchill zo dom zouden zijn ten opzichte van het Russisch gevaar om inderdaad te vechten tot de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland. Steeds had men gehoopt, ze moeten toch inzien dat Europa daarbij ten onder gaat. Er moet ergens een compromis komen. En op het ogenblik dat die compromis er komt, moet het VNV er nog zijn als macht. Moet het VNV er nog zijn om in naam van de Vlaamse nationalisten te kunnen spreken. Wanneer we nu het VNV ontbinden, worden de ene opgepakt, de andere gaan in het verzet misschien, de andere duiken onder, dan hebben we geen kans meer om mee te spreken. Zoveel spelen met de idee van een vrede door vergelijk heb ik toch in die laatste tijd van de oorlog niet weten doen. Men zag toch wel dat die tegenstelling, dat die vijandschap zeer diepgaand was, dat hier een soort totale oorlog tussen grote landen, grote machten en tussen wereldbeschouwingen en politieke wereldbeschouwingen enzovoort werd geleverd. Nu wil ik ook niet zeggen dat een vrede door vergelijk helemaal uitgesloten was. Men kan zich voorstellen dat toch een heftig conflict bijvoorbeeld tussen de westerse geallieerden en Sovjet-Rusland over een of ander punt zou ontstaan. Stel je voor dat de aanslag, dat een aanslag op Hitler, liefst vroeger dan de 20 juli 1944, zou gelukt zijn. Kan men zich voorstellen, maar ik wil er niet diep op ingaan, dat de nieuwe machthebbers na Hitler in Duitsland er zouden in geslaagd zijn van in het Westen bijvoorbeeld een geleidelijke tussenregeling te vinden. Iets dat op een, althans op een wapenstilstand door vergelijk, misschien geen vrede, maar op een wapenstilstand en zou gelijkt hebben. Dus ik sluit dat als historicus, wat ik niet ben, maar een historicus zou dat niet mogen uitsluiten. Daar waren toch al bijeenkomsten geweest van Roosevelt en Churchill en Stalin, waarin al duidelijk was gezegd, nee, geen onderhandelingen met Duitsland zolang het nationaalsocialisme er is. Dus er was duidelijk gezegd onvoorwaardelijke capitulatie voor Duitsland. Dus wij moesten, waarom konden wij als Vlamingen ons daarover illusies maken, hè, als die grote eren dat onder elkaar al besloten hadden. Hè, en, maar hoe verklaart u dat men bij de VNV-leiding daar nog aan dacht, aan die derde hypothese? Ja, ik weet in ieder geval dat er mensen bij het VNV waren die dat niet geloofden. En ik weet ook dat er mensen waren die nog altijd de hoop hadden dat Duitsland zou tevoorschijn komen met een geheim wapen en dat daarmee de oorlog toch nog door Duitsland zou gewonnen worden. In naoorlogse geschriften heeft Elias onderstreept dat hij reeds van 1941 af rekening heeft gehouden met die zogeheten derde mogelijkheid. En volgens sommigen stond hij daarmee niet alleen. En ik denk dat er wat dat betreft heel wat geheime verbindingen geweest zijn met het Hof. Met het Hof? Met het Hof. U weet toch wat u zegt? Met ja, het ik Hof. Weet wat ik zeg met het Hof. Ik zeg niet koning Leopold, ik zeg met het Hof. Wie zou dat dan wel geweest zijn? Een van zijn medewerkers. Alleszins de beruchte kapelle was er alleszins bij natuurlijk die gesprekken gevoerd heeft. En er zullen er ook nog anderen zijn. Waren nog anderen dan Elias bij de vooraanstaande van het VNV die geloofden bij het einde van de oorlog nog in de mogelijkheid van de zogeheten derde hypothese van een vergelijk dus tussen Duitsland en de geallieerden, de westerse geallieerden? Ik denk, ik kan er ook geen bewijzen voor, dat diegene die in het VNV die gedachte verspreid heeft, Romzee geweest is, die waarschijnlijk ook relaties had die wij niet kennen. Met? Zowel met Duitsers als met het Hof, denk ik. Voor de stelling van Elias, die hierdoor van Dingenen werd verwoord, bestaan geen sluitende bewijzen. Maar toch zijn enkele gegevens voorhanden die in deze richting wijzen. In een lange nota van Reder aan Himmler van eind augustus 1943 over de crisis in het VNV
meldde Reder dat personen uit de omgeving van het Hof en het aartsbisdom VNV-kringen hadden gecontacteerd en hun hadden meegedeeld dat bij onmiddellijke stopzetting van de collaboratie van een zogeheten activistenjacht na de oorlog zou afgezien worden. En dat in het toekomstig België wel degelijk rekening zou gehouden worden met het door Duitsland aan de kant geschoven Vlaams verlangen naar autonomie. Dat de mededeling van Reder niet uit de lucht is gegrepen, blijkt in de eerste plaats uit de stappen van het Hof bij Pater Kallewaard in augustus 1943. Via Kallewaard wilde Hofkringen de houding van Vlaams-nationale kringen tegenover de koning en de toekomst van België peilen. In de tweede plaats volgt de gegrondheid van Reders mededeling uit de verklaringen van Piet Wijndalen, plaatsvervangend algemeen secretaris van het VNV. Tijdens een proces, en ook tegenover ons, heeft Wijndalen gesteld dat Monseigneur Étienne Carton de Villard, hulpbisschop van Mechelen, in 1943 via een contactman hem liet vragen of na het vertrek van de Duitsers op de VNV-milities kon gerekend worden om de orde te helpen handhaven. Na raadpleging van Elias kon Wijndalen hierop een bevestigend antwoord geven. Dit initiatief moet zonder enige twijfel geplaatst worden in het kader van de vrees voor het communisme die vooral kerkelijke kringen naar het einde van de oorlog toe kenmerkte. Dat betekende meteen dat het Hof en het aartsbisdom meenden dat het VNV na het einde van de oorlog nog een rol kon spelen. Trouwens, reeds midden 1942 was binnen het VNV een verweercommando opgericht. De bedoeling bestond erin bij een Duitse aftocht, in geval van compromis, de orde te handhaven en wellicht ook een machtsgreep van het VNV voor te bereiden. Deze nieuwe dienst werd geleid door Herman Verrijt, gewezen officier van het Belgisch leger, en de stuwende kracht achter de luitenant de Windekring in het krijgsgevangenenkamp te Loekenwalde. Zijn opdracht bestond in het coördineren van de diverse paramilitaire formaties waarover het VNV enige zeggingskracht had, zoals het Vlaams Legioen, de NSKK, de Fabriekswacht en de Vlaamse Wacht. Verrijt moest zorgen voor eenheid van doctrine en actie. Die actie, waarin zou die dan bestaan? Eventueel later, als het gepaste ogenblik er zou zijn, de macht te verwerven. De macht, een machtsgreep uit te voeren ten gunste van het VNV. Machtsgreep, ja, dat zou niet door het VNV alleen kunnen gebeuren, want daarvoor weet ik dat we te zwak zouden gestaan hebben. Want zelfs zouden we in het Vlaamse land sterk genoeg gestaan hebben, stonden we nog altijd met het Waalse land. Ik heb namelijk in een tekst van het VNV zelf de volgende samenvatting gevonden van de juiste opdracht, die dus niet naar buiten kon gaan. Hè? Ja. Er was dus een officiële versie voor naar buitenuit en die luidde: het Vermeercommando is bevoegd voor alle aangelegenheden die verband houden met de ordendiensten in, rond en buiten de beweging. Dit wil zeggen, dat was gelijk caoutchouc, daar kon men alle richtingen. Wel ja, dat was zo breed mogelijk opgevat, maar ook zo vaag mogelijk. Ja, ja, maar dus, de echte versie hebben we dan... Er is niets in gepreciseerd, hè? Nee, opzettelijk waarschijnlijk. En dan de echte versie heb ik gevonden als volgt: opstanden verhinderen of in de kiem smoren en de machtsovername door het VNV voorbereiden. Die machtsgreep of die machtsovername, dat leek me wel een belangrijke overweging van het VNV te zijn. Laten we zeggen, in de jaren 42, 43, 44. Dat is voor sommige mensen een soort obsessie geworden, die te weinig nuchter en te weinig realistisch dachten. En ik heb zeker nooit gedacht dat we tot die actie zouden kunnen overgaan, tenzij dat de evolutie van de toestand helemaal anders draaide. Dan moest er in de eerste plaats contacten genomen worden met andere bestaande machten hier, om in geval van compromis met Engeland, wanneer hier een soort no-mansland zou bestaan en de Duitsers zich zouden terugtrekken,
dan moest de orde ook hier gehandhaafd worden. En dat zouden wij eventueel wel, daar zouden wel toe in staat kunnen geweest zijn. U spreekt enkel over ordehandhaving. Ja. En u spreekt niet over machtsovername of machtsgreep. Daarvoor stonden we alleen veel te zwak. Is het niet zo dat men... Dat de plannen van het verweercommando... dat die neerkwamen op een soort preventieve staatsgreep voorbereiden. Namelijk zich door het onderdrukken van opstanden... meester maken van de macht... vermits het VNV tijdens de oorlog... toch maar slechts een deel van de macht in Vlaanderen... in handen had kunnen krijgen. Wel ja, het is daarom. De macht die een staat moet in... in stand houden, die dus een zekere stabiliteit moet laten verwerven. Die moet uitgebreider zijn. Daarvoor was het VNV zeker op geen enkel ogenblik van de oorlog in staat. Maar in samenwerking met anderen eventueel wel. Wie die anderen dan wel waren, heeft ook Verrijd ons niet kunnen of willen mededelen. Wel is het een feit... dat buiten de collaboratie en met name in sommige militaire verzetskringen gedacht werd aan ordehandhaving bij de bevrijding. Vooral omdat een communistische machtsgreep werd gevreesd. Het is eveneens een feit dat vanuit het Belgisch legioen, dat is de voorloper van het geheim leger, in juli 1941 contact was opgenomen met een vertegenwoordiger van het VNV. Het doel van deze contactname bestond erin onder meer na te gaan of het VNV, in geval van compromis, bereid was met zijn gewapende manschappen en desgevallend in overleg met de militairen een dam tegen het communisme op te werpen. Maar 1941 is zeker niet 1944. In 1944 werd in militaire verzetskringen zeker niet meer aan contacten met collaboratiebewegingen gedacht. Want het stond toen vast dat Duitsland de oorlog verloor. En een oorlog tussen de Sovjet-Unie en haar westerse bondgenoten bestond toen enkel in de verbeelding van collaboratiemensen die hierin nog de enige uitkomst zagen. Het feit dat de collaboratie voor het VNV uitzichtloos was geworden, bracht sommigen uit de VNV-leiding ertoe hun houding tegenover België en de plaats van Vlaanderen daarin te herzien. Het valt daarbij op dat zij hiermee terugvielen op de politieke opstelling van de gematigde VNV-vleugel bij het einde van de jaren 30. Vlaanderen kon nog enkel in een Belgisch verband gered worden. De VNV-leiding draaide de klok terug. Was ze dan zo ontgoocheld in gevolg haar collaboratie met de Duitse bezetter, dat ze nou zelfs naar een neo-Belgicisme is geëvolueerd? Dat is ook meer persoonlijk en bij de leiding was dat wel duidelijk aanwezig, maar je moet me toch een duidelijk onderscheid maken tussen l'idée belge, van een Belgisch volk, een Belgisch cultuur en al die dingen, en de Belgische ruimte, het Belgische staatsapparaat. Men had geleerd tijdens de oorlog dat de Vlamingen in dat staatsapparaat een belangrijke rol konden vervullen als ze maar de posities hadden om die rol uit te oefenen. En ten tweede was er dan ook bij, zodat men dus positiever stond tegenover die Belgische ruimte dan vroeger. En ten tweede was er dan bij dat ze ten opzichte van de Duitse annexatiedrang, daarvan Duitsland toch niks kon komen, zich beter beschermd voelde binnen een Belgische ruimte dan alleen overgelaten als een Vlaamse gauw. Geloof in de derde hypothese, evolutie naar een soort neo-Belgicisme, alles wees erop dat sommigen in de VNV-leiding naar de redding van het Vlaams nationalisme begonnen uit te kijken. Een Vlaams nationalisme dat zich door de collaboratie bij een groot deel van de bevolking, ook van de Vlaamse bevolking, zwaar had gecompromitteerd. Begin 1944 trad Jan Brand zelfs op als tussenpersoon tussen de Belgische regering te Londen eensdeels
Elias en Romsé anderdeels. Het spreekt vanzelf dat deze onrechtstreekse contactname toen geheim bleef. Jan Brands werd evenwel in 1980 bereid gevonden ons hiervan de primeur te gunnen. Ik ben inderdaad in december 1943 naar Spanje gereisd met een louter journalistieke opdracht, namelijk een reportage over de politieke toestand in Spanje op dat ogenblik. Tijdens mijn verblijf in Spanje heb ik daar landgenoten ontmoet en in de eerste plaats de schoonbroer van Leopold III, Walter Baals, die een oud vriend van mij was. En naderhand ook een Antwerpse reder. En er is vanzelfsprekend over heel de toestand in België uitvoerig gesproken geworden. Ook over de moeilijkheden waarin het VNV op dat ogenblik verkeerde. Die reder was Pierre Grisard. Die reder was inderdaad Pierre Grisard uit Antwerpen. Na al die besprekingen, die geen vaste vorm hadden, dat waren sprekingen aan tafel, bij een glas bier of bij een eten, heeft Grisard gemeend dat het interessant genoeg was om contact op te nemen met Londen en heeft mij dan 5 vragen overhandigd welke ik te bespreken had met Elias en met Romsé. De inhoud van die 5 vragen kan ik u in enkele woorden samenvatten. Ten eerste ging het over de ontbinding van het VNV binnen in afzienbare tijd. Ten tweede over een eenparig initiatief van het VNV om de vrijwilligers van het Legioen Vlaanderen en van de SS-brigade Langemark terug te trekken. Ten derde, het VNV zou de motieven bekendmaken waarom zij tot ontbinding waarom het tot ontbinding zou zijn overgegaan en waarom het de Vlaamse vrijwilligers terugtrok. Dan werd er een 4e vraag gesteld of het VNV aanvaardt dat de doeleinden van het Vlaamse volk binnen de Belgische staat kunnen verwezenlijk worden. En ten 5e, dat was de laatste vraag, wat denkt de VNV-leiding van een opname van België in het Britse gemenebest, zoals minister Delfos in Belfast in Ierland dat heeft gesuggereerd. Het spreekt vanzelf dat wij deze verklaringen van Jan Brands volledig voor zijn rekening laten. Welke bedoelingen had volgens u de Belgische regering met het stellen van die 5 vragen? Wel, de Belgische regering, dat is naderhand uit verschillende documenten gebleken, was zeer slecht geïnformeerd over de ware toestand in België. Zij aarzelde ook tegenover de verantwoordelijkheden welke zij kon of moest op zich nemen tegenover de in België achtergebleven bevolking. En zij wou natuurlijk zien in hoeverre zij door het VNV tot ontbinding te brengen, daardoor ook het bestuurlijk apparaat van de Duitsers in het bezette België kon ontredderen. U bent dan teruggekeerd naar België na in bezit te zijn van die vragen en u heeft dan waarschijnlijk de VNV-leiding opgezocht. Was dat de raad van leiding of bepaalde personen? Het is te zeggen, zulke zaken kon men niet in de raad van leiding bespreken. Daartoe behoorden te vele personen en dat waren werkelijk geen thema's om op dat ogenblik in een min of meer uitgebreide vergadering te behandelen. Ik heb die problemen besproken met Elias en met Romsé, die op hun beurt waarschijnlijk met elkaar daarover gesproken hebben. En dan heb ik ook een antwoord gekregen en dat komt hierop neer. Zij zeggen, of zij zeiden in die tijd, dat de Belgische kwestie, dat de Vlaamse kwestie binnen België kon opgelost worden. Dat ze bereid waren het VNV geleidelijk te ontbinden, maar dat dat eigenlijk tamelijk moeilijk zou gaan. Dat het VNV een politiek van lusteloosheid zou voeren. De ontbinding
was niet zo direct opportun, volgens hun opvatting. Want de oorlog kon nog lang duren. En zij wilden voor die tijd dat de oorlog nog kon duren, het terrein niet vrijlaten voor de D-vlag en Rex. Het VNV, zeiden zij, zou van de Duitsers afstand nemen in zaken collaboratie. Ook in zaken werving voor soldaten, voor het Oostfront of voor paramilitaire formaties. Een werving die trouwens al een tijd lang had opgehouden. En zij zouden zich zeer apathisch tegenover de Duitse verwaltung gedragen. Er zouden ook geen openbare vergaderingen meer worden gehouden enzovoorts. En u bent met het antwoord van Elias en Romsé, dat waren de enige twee, de anderen van de Raad van Leiding waren dus uit gevaar van doorsijpelen niet op de hoogte gebracht. U bent met die antwoorden terug naar Spanje gegaan en dat was dan in de maand maart, geloof ik? Heel einde van maart, want ik ben de 1 april 1944 was ik terug in Madrid. En u heeft dan die antwoorden overgemaakt aan Grisard? Ik heb die antwoorden overgemaakt aan Grisard, maar Grisard even weinig als ik, even min als ik, wist op dat ogenblik dat in gevolge de voorbereidselen voor de invasie er een volledige contactafsluiting was tussen Engeland en het vasteland. En ten tweede ook, omdat ik daardoor kon ik op dat ogenblik niet weg. En ten tweede heb ik moeten vaststellen dat de overeenkomst die met Elias getroffen was, dat die niet werd nageleefd. Op 12 juni 1944, naar aanleiding van zijn 42e verjaardag, heeft Elias dan een reden uitgesproken waarin hij de Vlamingen oproept om met Duitsland en Europa aan de zijde van Duitsland de invasie terug te drijven. Terwijl hij ondertussen nu naar Madrid... Hij ondertussen mij naar Madrid stuurde om daar die antwoorden te gaan overbrengen. Dat is niet de enige dubbelzinnigheid van het VNV, hè? Nee, dat is niet de enige dubbelzinnigheid, maar dat was de belangrijkste. Indien het niet gebleken was dat Elias zijn woord niet had gehouden en dat hij niet onder druk van wie of van wat, dat kon ik van Madrid uit niet beoordelen, maar een andere weg terug ingeslaan was, hè, dan zou die zaak, tenminste wat mij persoonlijk betreft, wellicht geheel anders afgelopen zijn. Ik ben dan, en ik kan het gerust zeggen nu, ik ben dan op raad van de Duitse ambassade zelf in Madrid in Spanje gebleven. Ten eerste was er al een hele tijd over weggegaan. De toestand werd in Frankrijk altijd maar slechter en slechter. De doorbraak in Frankrijk van de gelande legers stond voor de deur. Het ogenblik was weinig geschikt om op dat ogenblik door Frankrijk terug naar België te reizen. En zo ben ik dan in Spanje gebleven. De redenen waarom Jan Brands na de 1 april 1944 twee maanden te Madrid heeft gewacht, komen volgens hem hierop neer dat hij in de eerste plaats moest wachten op antwoord uit Londen op de tegenvoorstellen van Elias en Romsé. In de tweede plaats moest hij wachten op een salida. Dit is een uitreisvisum van de Spaanse overheid dat hem pas de 6 juni 1944 werd verleend. Dit wil zeggen op de dag van de geallieerde landing in Normandië. In de derde plaats kon Brands de 6 juni 1944 van de Duitse vertegenwoordiging te Madrid geen toelating tot doorreis in Frankrijk krijgen. Wel is het niet zo dat er tussen Engeland en het vasteland tijdens de voorbereidselen voor de invasie volledige contactafsluiting zou geweest zijn. Op zijn minst al de radioverbindingen waren toen niet onderbroken. Niettemin wordt door sommigen beweerd dat Brands erop stond in Spanje te blijven omdat hij, zoals zeer velen trouwens, een landing op de westkust verwachtte. Wel zag dat de zaken er voor Duitsland slecht uitzagen en ook wist dat hem na de bevrijding op zijn minst een opsluiting stond te wachten waaraan hij begrijpelijkerwijze trachtte te ontsnappen. Maar u zal uit dit en ook uit vorige programma's ook wel begrepen hebben dat handigheid hem niet kan ontkend worden.
Met welke geldmiddelen of financiële middelen bent u naar daar gegaan, meneer Brandt? Wel, ik ben eigenlijk zonder financiële middelen naar daar gegaan. Natuurlijk, mijn reis werd in opdracht van Elias betaald door Volkenstaat. In geld? Nee, niet in geld, want geld mocht men niet behouden. Ik heb hier bewijzen. Nee. Geld, die visum moest men aan de grens afgeven. Dus in geld niet. Maar, dus voorzichtigheidshalve, heeft men mij een ring meegegeven. Die ik, indien ik in geldnood zou verkeren, in Spanje kon verkopen. En heeft u daar die ring met, ik geloof dat daar een diamant in zat, heeft u die verkocht in Spanje? Het is te zeggen, nee. Ik ben dan geholpen geworden door mijn gesprekspartner, door Grisaar. Maar op het einde was het dan toch zover. Heeft uw verblijf daar betaald? Hij heeft mijn verblijf met geld van de Belgische regering betaald. Dat weet ik niet. Ik heb aan meneer Grisaar, die een zeer rijk man was, niet gevraagd waar hij dat geld vandaan haalde. Maar ik heb dan tenslotte mij toch verplicht gezien die ring af te geven en te zeggen, zo, jij hebt mij geholpen, ik heb dat meegekregen. Dus u bedoelt niet af te geven, meneer Brands, u bedoelt cadeau, geschenk. U hebt hem een geschenk gegeven. Ja, als je het zo wilt uitdrukken, ja. Maar het was een geschenk dat ik eigenlijk praktisch verplicht was, vermits hij mij ook effectief geholpen had. Het VNV was nu uitgerangeerd. Naar buiten werd nog wel de 100% inzet voor de collaboratie gepropageerd, maar de ziel was eruit. Het ledenaantal van het VNV was overigens opzienbarend geslonken. Volgens het algemeen secretariaat zelf telde het VNV in april 1944 nog slechts welgeteld 11.386 leden. Dat is nauwelijks 10% van het ledenaantal op het hoogtepunt in 1942, toen het meer dan 100.000 bedroeg. De rechtsbeweging van Léon de Grelle telde in 1944 nog minder leden dan het VNV. Maar in tegenstelling tot de ontgoochelde Elias voelde de Grelle zich hoe langer hoe meer de reizende ster. In november 1943, nadat hij niet minder dan gedurende 11 maanden zijn carrière had verzorgd en een vakantie van 3 weken aan de Azurenkust had doorgebracht, was de Grelle zich bij zijn SS-eenheid in het opleidingskamp de Wildvlekken gaan voegen. Le nombre des volontaires européens pour la lutte contre le bolchevisme croît continuellement. De nouveaux contingents de volontaires wallons vont prêter serment. Spoedig daarop werd de Waffen-SS Sturmbrigade Walloniën in de strijd geworpen. In februari 1944 onderscheidden ze zich bij de doorbraak uit de omsingeling bij Tcherkassy in het zuiden van Rusland. De beloning bleef niet uit. De 20e februari 1944 werd de Grelle eindelijk door de Führer ontvangen. Hitler reikte hem persoonlijk het Ridderkruis uit. En son grand quartier général, le Führer reçoit le général Lief, le général Gille et le capitaine de Grelle. Il leur remet de hautes distinctions pour leur conduite courageuse au cours de la bataille de Tcherkassy. Mmh.
chef du groupe de combat Wallonie, le capitaine de Grelle, est décoré de la croix de chevalier. Bij deze ontmoeting van een uur en niet 8 dagen, zoals de Grelle het zo graag vertelt, zou Hitler tenminste en uitsluitend volgens de Grelle gezegd hebben: indien ik een zoon had, zou ik wensen dat hij was zoals u. De Waalse brigade kreeg verlof en de Grelle begon aan een groots opgezette propagandacampagne tot werving voor het Oostfront. Léon de Grelle spreekt voor 1000 toehoorders in het Sportpaleis te Brussel. Hij schildert de strijd van de SS-brigade Wallonië en de formaties der Europese vrijwilligers die erin slaagden aan de zijde van het Duitse leger de omsingeling bij Tcherkassy te doorbreken en weerlegt aldus de leugenachtige Sovjet-propaganda. Devant la presse du monde entier à Berlin, notre Sturmbrigade Wallonie était mise sur pied d'égalité avec les 2 grands corps d'armée allemands qui avaient assuré là-bas la victoire. Ah, est-ce que pour nous, ce n'est pas la plus douce et la plus émouvante des récompenses? En de 18e april 1944 schouwde hij triomferend en in aanwezigheid van hoge Duitse gezagsdragers zijn troepen eerst te Charleroi, daarna te Brussel. Nog meer dan op militair wilde hij op politiek vlak indruk maken. La brigade d'assaut SS Wallonie fait sa rentrée au pays. Montés sur des chars, des canons d'assaut, des camions de transport et des voitures amphibies, ils arrivent à Charleroi où la population les accueille avec enthousiasme. Sous la conduite de leur commandeur, le SS Sturmbannführer Léon de Grelle, la brigade d'assaut défile devant le général Sepp Dietrich, commandant un corps blindé, général des Waffen SS, SS Obergruppenführer et porteur de la croix de chevalier avec feuille de chêne et glaive. Ensuite, la brigade d'assaut SS Wallonie fait son entrée à Bruxelles. Une foule énorme se presse sur la place de la Bourse. In de gloed van zijn triomf pakte de Grelle opnieuw uit met zijn Bourgondische droom, maar die deze keer, en wel beslissend, door de hoogste Duitse instanties werd afgewezen. Maar de Grelle denkt nu nog steeds dat Hitler en Himmler in hem de toekomstige kanselier van Bourgondië zagen. J'ai eu des grands débats avec ça, avec tous les membres du gouvernement français. Il ne faut pas croire que je faisais ça contre la France. Je voyais à Paris les membres du gouvernement français à chacun de mes congés. Nous avons eu des grands débats là-dessus. Et on était tous tombés d'accord sur la même base. En face de l'Allemagne triomphante, le seul qui faisait le poids, qu'on le veuille ou non, c'était moi. Il n'y avait pas de Français pour faire le poids, ni de Flamands, ni de Hollandais. Et je voulais avant tout faire de ça la barrière de l'Occident.
dire aux Allemands, il n'y a pas que vous. Il y a l'Occident et notre Bourguignonne, c'est la partie la plus voisine de la vôtre, la plus intéressante pour vous de l'Occident. Et là, contrairement à ce que l'on affirme, ou que certains affirment, on me reconnaissait l'autonomie militaire, diplomatique, et Hitler disait la Grande Bourgogne, avec De Grelle comme chancelier, ce sera un des plus beaux États de l'Europe. Mais comment alors expliquer que Hitler et Himmler ont décidé déjà en 1943 et répété plusieurs fois en 1944 la création d'un Reichskorps Wallonien et d'un Reichskorps Flandren, ce qui est quand même totalement contraire. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il s'agissait donc plus de Gare Wallonie, de Gare Flandre, tout ça c'était des bêtises. Jamais moi je ne les acceptais. J'ai toujours montré à Hitler la répulsion la plus totale pour ça, et il ne m'aurait pas donné une amitié pareille. Me dire devant tous ces généraux, grand quartier général, si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme vous. Si j'étais arrivé avec des positions qui étaient à l'inverse des siennes, j'étais devenu pour lui l'homme avec qui, entre tous, il donnait son affection. C'est que, M. De Grelle, on a trouvé plusieurs textes concernant les chances de cet État bourguignon. Oui. Le 8 juin 1944, après que vous étiez fait passer à la radio française comme l'héritier de la Bourgogne, Brandt, l'adjoint d'Himmler, écrit à Berger qu'Himmler s'opposait à toute mainmise de De Grelle sur la Flandre et que le titre d'héritier de la Bourgogne était un signe de mauvais goût et de folie. J'ai cité. Le 12 juillet 1944, dans son quartier général au cours d'une réunion au sujet de l'instauration d'une administration civile en Belgique et dans le nord de la France, Hitler déclara « La meilleure solution étant de créer un Reichskorps flamand et un Reichskorps wallon. La mission du commissaire du Reich est de poursuivre avec une froideur de glace nos objectifs nationaux ainsi définis dans l'espace belge et de les défendre sans le moindre égard et d'une manière tout à fait égoïste. Le 10 novembre 1944, le représentant direct de von Ribbentrop, l'ambassadeur Krug von Nida, écrit « Les projets de De Grelle visant à la création d'un empire germanique occidental, y compris la France, n'ont aucune signification pratique. » Bon, tout ça, c'est parfait. Ça, c'est des petits types. Même Himmler, qu'est-ce qui comptait? C'est Hitler. C'était le patron. C'était lui qui décidait tout. Et Hitler, c'était l'homme qui s'était fié à moi et qui me couvrait partout. Il est possible qu'Hitler ait dit telle histoire ou telle histoire, mais des mois après ça, il me recevait chez lui pendant 8 jours. À ce moment-là, il me donnait il me nommait le futur chef du corps d'armée Occident, qui correspondait exactement à ça. Dans le corps d'Occident, entrait la division française, il m'envoya Wildflecken passer en revue la division Charlemagne française. Il est évident que il y a des moments où les gens hésitent, où ils ne savent pas quoi, mais le fond de l'affaire, c'est là. C'est que, près d'Hitler, et il n'y a personne qui oserait nier ça, j'ai une situation absolument privilégiée. Ma position vis-à-vis de la Bourgogne est absolument claire. Lui-même l'a confirmé en donnant son accord sur le corps d'armée Occident et en m'en donnant le commandement. De werkelijkheid is hoegenaamd niet zoals De Grelle ze voorstelt. Ten eerste heeft Hitler De Grelle nooit aangesteld tot bevelhebber van een westelijk legerkorps, aangezien zulks korps nooit bestaan heeft. En ten tweede heeft Hitler zo mogelijk nog minder De Grelle tot kanselier van Bourgogne benoemd. Niet voor niets werd in het Waals legioen gezongen: Léon, redis-moi tes mensonges, tu sais si bien mentir. Door zijn driestheid was De Grelle veeleer erin geslaagd Hitler en Himmler tegen hem op te zetten. Pas gerezen begon de ster reeds te tanen. Dat belette niet dat De Grelle nog steeds de macht in op zijn minst heel België wilde. In mei 1944 vatte hij het plan op de SS-stormbrigade Walloniën tot een divisie uit te breiden om op de Duitsers nog meer indruk te maken.
Daartoe waren evenwel 10.000 vrijwilligers nodig en die had de stormbrigade op verre na niet. In zijn martshonger ging de Grelle toen zelfs zo ver de Duitsers te beloven dat hij de nodige landgenoten zou bezorgen met of tegen hun zin. De Grelle stelde Himmler voor die 10.000 vrijwilligers onder de Waalse arbeiders in Duitsland te werven. À Berlin, le chevalier de l'ordre de la Croix de Fer, Léon de Grelle, s'adresse à des soldats et à des ouvriers wallons. Vous imaginez que d'un déferlement pareil peut sortir une révolution socialiste? Mais mes chers camarades, s'imaginez que ces types hirsutes, incultes, arrivant de la Mongolie ou des plateaux du Tibet ou du fond de la Sibérie, que tout ça peut nous donner la moindre culture, la moindre civilisation, le moindre renouveau, c'est de la folie pure. Si les Soviets déferlent à travers l'Europe, les bourgeois sont foutus, mais vous aussi les travailleurs, vous êtes foutus. Si je suis décidé à faire toutes les usines, une par une, c'est parce qu'il n'est pas possible que le capitalisme gagne, que ces ignobles forces bourgeoises restent unies. Il faut qu'à la fin de la guerre, nous aussi, nous soyons unis. Unis, nous sommes plus forts. Nous saurons les abattre. Désunis, nous sommes perdus. Om die te vervangen, stelde hij dan voor dat hij in een minimum van tijd de namen en adressen zou bezorgen van 40.000 Frans sprekende Belgen die erin geslaagd waren zich aan de verplichte arbeid in Duitsland te onttrekken. Die zouden dan in Duitsland te werk gesteld worden. Met het opstellen van lijsten werd alvast een begin gemaakt. Maar de geallieerde landing in Normandië en de bevrijding in september 1944 hebben verhinderd dat dit plan van de Grelle werd uitgevoerd. Een sinds lang gekoesterd Duits plan werd in juli 1944 wel werkelijkheid. Namelijk de vervanging van het militair door een burgerlijk bestuur. Deze fundamentele ingreep van Hitler in het bezettingsregime van ons land paste ook in het kraam van de Grelle. Hij had, overigens niet ten onrechte, steeds het gevoel gehad dat het militair bestuur hem had tegengewerkt. Met een burgerlijk bestuur, een civielverwaltung, zou dat wellicht niet meer gebeuren, want die civielverwaltung werd toevertrouwd aan een ambtenaar van de NSDAP, Joseph Grohe, die de Grelle reeds van voor de oorlog kende. Bovendien werd SS-brigadevuurer Jonklaus, Himmlers politieke vertegenwoordiger in België, nu ook het hoofd van alle Duitse politiediensten in ons land. Welnu, dit zal een diepgaande invloed hebben op de represaillepolitiek die door de Duitsers in samenwerking met een aantal collaborateurs bij het einde van de bezetting zal gevoerd worden en waaraan wij in latere programma's ruime aandacht zullen besteden. Was het militair bestuur minder politiek geëngageerd, dan was het burgerlijk bestuur zulks des te meer. De hieraan verbonden politieke SS-ambtenaren moesten een zo innig mogelijke band tussen het bezette gebied en het Duitse Rijk tot stand brengen. En die band was door de Duitse SS allang bepaald. De aanhechting, de annexatie. De komst van het burgerlijk bestuur was de bevestiging van hetgeen Elias reeds lang had vermoed. België zou na de Duitse overwinning dus zeker geannexeerd worden. Zoals in Duitsland had Himmler in bezet België zijn slag thuis gehaald. Ook D-vlagleider Jef van de Wielen zal als bondgenoot van Himmler de afschaffing van het militair bestuur wel toegejuicht hebben. Het veiligheidskorps van Robert Verbeelen, dat zowel uit Vlaamse SS als uit D-vlagleden bestond, werkte trouwens reeds eng met de SS-politiediensten van Jonklaus samen. Van de Wielen was niet enkel erin geslaagd het VNV opzij te schuiven. Hij had ook nog het vertrouwen kunnen winnen van enkele vooraanstaanden uit het Vlaams nationalisme, onder andere August Borms en Cyril Verschaven. Borms was een symbool van het activisme uit de Eerste Wereldoorlog en een man met een groot moreel gezag. Zowel Borms als Verschaven hadden van bij het begin van de bezetting de collaboratie gesteund, zonder zich echter aan een partij of een beweging te binden. Maar zoveel is wel zeker dat zij het VNV te lauw vonden.
Wie zulks zeker ook vond, was Robert Verbele. Sinds het begin van de bezetting een vooraanstaande in de Vlaamse SS en sinds april 1943 stafleider ook nog van de Develaar. Ook al stond Verbele dus bij het einde van de bezetting in hetzelfde kamp als Borms en Verschaven, dan is zijn optreden toch wel van een heel ander allooi geweest. Borms en Verschaven waren boegbeelden, symbolen, terwijl Verbele daadwerkelijk de meest verregaande vorm van politionele collaboratie heeft bedreven. Sinds 1943 stond hij inderdaad aan het hoofd van een beruchte stootgroep die in juni 1944 is uitgegroeid tot het niet minder beruchte Veiligheidskorps van de Develaar. Deze groep is verantwoordelijk voor een reeks van represailles tegen het verzet, waarbij de groep Verbele zonder vorm van proces een aantal landgenoten om het leven heeft gebracht. Schließlich nu wel waar de Vlaamse SS om de Develaar aan en de omgeving van de beste elementen die men in Vlaanderen denken kon, van de symbolen Vlaanderens. Verschaven, Borms en andere. Om die waren toch wel nu bereid nemen gaan Duitse politiek te betruimen. Ter ere van de 70-jarige dichter Cyril Verschaven heeft de Nederlandse Cultuurraad in samenwerking met een Vlaamse omroep een huldebetoon te Brussel ingericht. De waarnemende voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad, professor Dr. Antoon Jacob, belicht in zijn feestrede het levenswerk van de dichter als bijdrage tot de Europese cultuur, evenals zijn betekenis voor de vernieuwing van het Nederlandse geestesleven. Professor Dr. van Roosbroek geeft lezing van de huldeboodschappen uit Nederland, Duitsland, van de Vlaamse oudstrijders en van de vrijwilligers aan het Oostelijk Front. In zijn dankwoord geeft Cyril Verschaven uiting aan zijn wens dat de liefde in Vlaanderen allen mogen verbinden. Verschaven nam de man den geest van Vlaanderen en Borms das Herz van Vlaanderen. Want die beiden waren immer eng samen en geloofden in de D-vlag en in de SS das middel gezien te hebben om neer de Duitsers neer te rukken. Ze waren enthousiast van de politiek van Elias. Verschaven had dus echter een gezag, niet waar? Men kan met halve herzen keine collaboration betreiben. Das Ziel ist Groß-Germanien, aber Flemisch genauso gleichberechtigt wie die Deutschen. Ze waren in mijn ogen, en wohl in ogen vieler, der Mensch, der neben de Klerk komt van de Wiele, am meesten die collaboration beeinflusst hat. Heeft hij ook bepaald invloed gehad op de werving voor het Oostfront? Ja, ja. Er had die jugend begeisterd. Er had ze boekstabelijk aangespornd. Er had woord konden, had er een kruis gegeven op de stern. En in een zugesprochen, es geht für und Vlaanderen. Er had al zo sterk geworden. Für. Het is eigenaardig, meneer Verbele, dat Verschaven als priester de zijde heeft gekozen van de D-vlag en van de algemene SS. En die waren toch zeer weinig katholiek, veel eer sterke tegendeel. Ja, dat is wel waar. Maar man kan Verschaven niet zo zien. Verschaven was zwaar priester, maar voor alle waren een Vlaam en een Germanisch denkende mens. Wanneer naar Berlijn uitgeweken Vlaamse activisten, mogelijk in overleg met SS-instanties, in juli 1943 een plan hebben overwogen om met de verdeeldheid in Vlaanderen gedaan te maken, was Borms en Verschaven hierin een rol toebedeeld geworden. De bedoeling was, althans volgens de ons reeds bekende Herman Verrijt, een vijfmanschap aan te stellen dat de leiding zou waarnemen. Het bestond uit Elias, Van de Wiele, Borms, Verschaven en Verrijt zelf, die toen ook van het VNV weg evolueerde. Aldus zou Elias als enige VNV'er wel erg geïsoleerd hebben gestaan. Hij toonde trouwens geen enkele interesse voor het plan. Borms en Verschaven werden door de leider van de D-vlag Van de Wiele als symbolen van Vlaams idealisme ingeschakeld om jonge Vlamingen naar de D-vlag en de algemene SS en vandaar wellicht ook naar het Oostfront te lokken. Het idealisme van Borms, van Verschaven en van de jonge Vlamingen stak dan wel schril af
tegen hetgeen binnen de D-vlag op financieel vlak allemaal mogelijk is gebleken. Zo bijvoorbeeld eigenden de D-vlagleiders zich tijdens de hele Duitse bezetting ongemeen hoge lonen en representatiekosten toe, wat gezien de massale financiële inspuitingen uit Duitsland alles behalve moeilijk was. Gib zu, das ist wohl der Fall. Ja, ze hebben veel geld en goede inkomen gehad en ze hebben zich goed betaald, dat stimmt. Mm. Dus idealisme kan ook wel gepaard gaan met... Met geld verdienen. Oh, ja. Dat kan nu wel samengaan. Ja, dat is goed. Jef van de Wielen heeft volgens zijn eigen naoorlogse verklaringen tot 1942 slechts een wedde als ateneumleraar ontvangen. Daarna ontving hij geen eigenlijke wedde meer, maar wel een kostenvergoeding. Steeds volgens zijn eigen verklaringen bedroeg die aanvankelijk 5.000, dan 10.000 en tenslotte in 1944 25.000 frank per maand van toen. Dat is niet minder dan om en bij een 500.000 frank per maand van nu. In de D-vlagbegroting voor 1944 was nochtans 35.800 Reichsmark voorzien als vergoeding voor persoonlijke onkosten en representatiekosten. Dit bedrag vertegenwoordigt bijna 450.000 frank van toen. Dit is om en bij 9.000.000 van nu. En dat zal dan wel per jaar geweest zijn. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Want in 1942 ontving Van de Wielen ook nog 5.000 frank per maand, thans 100.000 frank, als hoofdredacteur van het maandblad De Vlag. En van 1943 af had hij nog een andere kleinigheid. Eerst 10.000 en later 12.500 frank van toen als leider van het weekblad Balming. Daartegenover dan staat dat de secretaresse van de D-vlag slechts 500 à 600 frank per maand ontvingen. Van idealisme en sociale rechtvaardigheid gesproken. Sommige D-vlag vooraanstaande brachten het tot regelrechte corruptie. Penningmeester Leo Schallenburg, tevens beheerder van het Duitse reclamebureau Intercontinentaal, knoeide op grote schaal. Bij deze combines waren ook zaakvoerder Rick Wijkmans en Rolf Wilkening betrokken. En Jef van de Wielen was hiervan ten minste op de hoogte. Ja, maar bitte, dan moet ik toch een klein beetje widerspreken. Van de meeste D-vlagleute was dat gewoon niet. Dus, diese Neigung. Maar de Schallenburg daar, ik weet dat, maar ik heb hem nog een paar mal gezien, ganz in de tijd van Wijkmans. Als ik kwam, waren er schon aus, dan kwam er nog twee, drie weken niet meer. Had men hem nachgeflüstert, dat ja. Also ja. Dat ze daar niet aan. U hebt uw ogen toegenepen daarnet, meneer Verbeelen. Wil dat zeggen dat het een duistere figuur was? Also zo, dat er niet graag gezien was en dat er niet ganz rein was. Dankzij schoonbroer Kriegsverwaltungsraad Frits Bracht stuwde Janakke aan de andere kant de drukkerij-uitgeverij Steenland tot zeer grote bloei. Want deze drukte niet alleen de D-vlag, maar de meeste druksels van de propaganda-abteilung. Wilkening en Van de Wielen hadden geheime overeenkomsten met Steenland die hen deelachtig maakten in de winsten. Ja. Ganz tief, een enkel blik heb ik niet, maar ik heb schon herausbekommen dat ze mit ineinsteckten. En het was een goed geschäft, weil die Duitsers, wie ze gezegd hebben, dat drukken ließen niet meer. Na de geallieerde landing in Normandië in juni 1944 begonnen zowel de Duitsers als de collaboratiebewegingen concrete voorbereidselen voor de aftocht te treffen. Verscheidene duizenden leiders, kaderleden en gewone leden van het VNV, de D-vlag, de Vlaamse SS en Rex zullen vlak voor en nog bij de bevrijding naar Duitsland geëvacueerd worden. Rex en de D-vlag zullen er nog als zwanenzang emigrantenpolitiek bedrijven, waarop wij in latere programma's terugkomen. Van al die voorbereidselen tot de vlucht naar Duitsland was evenwel niets te merken tijdens een plechtigheid die nog einde augustus 1944 op het Duitse soldatenkerkhof van het West-Vlaamse Langemark werd gehouden.
Daar herdachten Duitse en Vlaamse vooraanstaanden, onder wie Jef van de Wielen en Cyril Verschaven, nauwelijks enkele dagen voor de bevrijding de Duitse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog daar waren gesneuveld. De solidariteit van de D-vlag met het Duitse Rijk was volledig, maar te Langemark zijn ook Vlaamse soldaten gevallen. Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van ons overzicht van de politieke collaboratie, althans bij de volwassenen. Want we hebben ook nog enkele programma's klaargemaakt over de collaboratie in de jeugdbewegingen. Ook de nationaal-socialisten gingen immers uit van het principe: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar vooraf zullen we u nog een programma brengen met nabeschouwing.